De Merian Goudmijn van Nieuwmond is gisteren officieel opengesteld door president Desi Bouterse. Hij deed dat samen met Nieuwmond International CEO Gary Goldberg. Gisteren is de mijn met de plaatselijke Paramagaanse gemeenschap ingezegend. De maandelijkse productie van de Merian Mijn, die voor de komende 5 jaar is veiliggesteld, is bijkans 1000 kilogram goud. Daarna zal de goudmijn voor nog zeker 13 jaar in productie zijn. Sinds 1 oktober is nu reeds 40.000 troy ounces goud met een waarde van ongeveer 50 miljoen US dollar geëxporteerd. Volgens Adriaan van Kersen, directeur van Nieuwmond, Suriname, zijn de royalties uit de opbrengsten ook al betaald aan Suriname. De staat krijgt 6% aan royalty, terwijl 25% van de opbrengsten naar partner Staatsolie gaat. De goede zaken die Nieuwmond in Suriname doet, is vooral te danken aan het werk van de geologen, zegt Van Kersen. Sinds 2010 zijn onze resources en reserves met 165% gegroeid. Onze geologen zijn bijzonder succesvol geweest. En dat uiteindelijk is een van de redenen waarom we destijds een positieve investeringsbeslissing hebben genomen. Er zijn groeimogelijkheden in de Merian-concessie. Maar ook goede mogelijkheden binnen de fameuze Area of Interest. De Delfstofovereenkomst geeft ons de mogelijkheid om hier voor 25 jaar te zijn, met een optie om nog 10 jaar te verlengen. En we willen van de volle termijn gebruik maken en zullen blijven investeren in exploratie en in onze toekomst. Volgend jaar alleen al 12 miljoen US dollar. Tijdens de constructieperiode is er inclusief salarissen. Voor ongeveer 300 miljoen US dollar via meer dan 400 Surinaamse bedrijven aan business gegenereerd. Volgens president Bouterse markeert de Merian Mijn een nieuwe mijlpaal in de Surinaamse mijnbouwhistorie. Behalve dat de lokale gemeenschap profiteert middels werkgelegenheid en toelevering van goederen, participeert ook Suriname via Staatsolie in het bedrijf. Met name de samenwerking tussen Nieuwmond en de Paramagaanse gemeenschap kan als voorbeeld worden gesteld, zegt het staatshoofd. Suriname heeft daarmee geleerd uit fouten die gemaakt zijn bij de vestiging van IM Gold in Suriname. Ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, ik geef ook aan dat wanneer we niet samenwerken, het altijd gedoemd zal zijn te mislukken. Het is een kwestie van samenwerken. We moeten respect hebben voor elkaar. We moeten niet vergeten het environment, het milieu waar onze kinderen op moeten leven. Er zijn een paar zaken die we blind met elkaar moeten kunnen afstemmen. En het is een kwestie van respect hebben, goede communicatie in plaats van elkaar ophouden. President Bouterse. Hij sprak gisteren te Nassau in Oost-Suriname, waar de officiële opening heeft plaatsgevonden van de Merian Goudmijn van Nieuwmond Suriname. De staat participeert via Staatsolie voor 25% in het bedrijf.